Jongens, welkom bij een nieuw video op dit kanaal. Mijn naam is Sarah Gaming en vandaag gaan we weer al voort met Theme Park Tycoon 2. We zijn weer al vertrokken met het bouwen. Zoals jullie zien, hier waren we de vorige keer geëindigd. En nu een beetje geld sparen en we kunnen weer al een nieuwe mooie attractie bouwen. Ondertussen gaan we een keer kijken wat ons park allemaal te doen heeft. Dus eerst opslaan. Info. De gasten er aan liggen. Oké. We'll sit down for a while. Yeah. I want to leave the park. Harold. Ja, je kunt die trash weggooien, man. Voilà. Zie ons park draaien. We gaan eens een ander park bezoeken, hè. Ik zie dat onze buurt daar heel veel attracties heeft, dus we zullen eens kijken. Heel veel rollercoasters. So way. My shit, maat. Ik weet niet waar ik eerst moet aanschuiven. Ja, ik op die wetten hier wil ik wel. Maar waar is de ingang ervan? Die witte gaat het ganse park door, maar die komt... Aha. Hier. Goedendag, madame. Wilt u ook in de... Cockscrew coaster? Ah. En hoeveel kost die? Oha, 25 euro. Hey. Ik ben zot zeker. Zoveel geld heb ik niet, hè? Ah. Oké. Nu ben ik benieuwd. Wel een beetje duur als ik het zo zie. Ja, dat was niet duur. Sorry, daar ga ik eerlijk aan zijn. Maar die gaat al sinds. Ja, 25 euro weer al. Dat is zo duur, hè, mannetjes. Dat is zo duur, hè. Oké, on het partijen.
spaart geld om bij te verdienen. Zo jammer dat die zo kort zijn. Ze lijken me super cool. Allee. Nee, mean. Dus ja, het is zeer mooi, maar wel weinig volk, hè, in zijn park. Ja. We gaan onze naam niet veranderen. Waarom heeft hij dat nu weer? Ja, ik kan dus niet mijn A typen. Dan verwijdert hij die A. Ik weet niet, heeft dat soms, dat is een locatie van Roblox. Voilà, we hebben het geld. Oh, oké, hier is trash, dus hier moeten nog trashcans. Dat was duidelijk. Nog duidelijk, maar dank u. Nou, het park altijd toch proper kunnen houden, hè? Hier aan te schrijven over die teacups, dus ik ga dat even aanpassen, dat er wat meer volk bij kan. Het enige nadeel aan dit spel, de pads doen soms irritant. Maar goed, kijk, voilà. Dat is weer al fixed. Dan hebben we sowieso een veel langere queue rij. Dus we zullen bij een klein boompje halen. Bij groeit. Aha, wereld weer verlichting.
Nu moet ik even iets vinden, maar dat is lang geleden dat ik dat heb gevonden. Spots. Om ons park te beschijnen. Aha. Wel iets van nee, als we door het gras zou dat eigenlijk onmogelijk moeten kunnen komen. Ah, ik kan daar niks bouwen dan. Oeh. In het gras is dat niet zo'n slim idee. Met steen kan dat dan wel, ben ik. Nee, dat is zo stom. Dat is gewoon zo. Ah, hier hadden we wel geen belichting. We gaan dat fixen, hè. Ik weet dat ik dat ga oplossen. Ja. Deze mag weg. Deze mag weg. En deze mag weg. Dan kunnen we normaal wel ons mooie licht zetten. Ja. En voilà. Ook weer al geregeld. Nog een keer bij onze andere geburen, want mijn geld geraakt staan dan op. Ai. Ah, wacht. Happiness. Teacups zijn redelijk cheaps, zeggen ze. Mm-hmm. Teacups vinden mensen dus te goedkoop. Wat maken we dan een keer 6 euro van, hè? We zien hoe ze dat nog goedkoop vinden. Mooi. Mooi. Ook een goed welkom hier. Het is wel een beetje gevaarlijk hier. Vind ik persoonlijk. This way is the desert. The desert. Oh, die is getrokken. Ah, ik weet dat het een beetje vals speelt, jongens, maar ik weet het niet. Ik wil gewoon kunnen zitten. En ik ga met de attractie. Als dit het is. Oké. Dat is heel slecht. Daar had ik meer van verwacht. This way is New York.
Nu zijn we in New York. Wel ook in thema's opgedeeld. Dat is wel een feit. New York is een waterstad. Veel water. Ja, dat is wel leuk. Deze is hier nog aan het bouwen, denk ik. Ja, deze is inderdaad nog aan het bouwen. Ah, ziet er ook al leuk uit. Maar even naar binnen naar buiten. Oké, speciale trappen. Oef, warm hier wel, hè. Onder dat glas. En daar ook weer al mooi gedaan, vind ik. Maar het kost 29 euro. Oh, hé, hey mannetjes. Waarom zie ik dat niet? Hallo, ah, dank u. Allee, eens zien hoe lang dat deze rit duurt. Ik vind als je dingen maakt, dan moet je er toch wel wat geld aan stoppen. En mooi maken. En je gaat er nu mee in dat letterlijk gewoon. Maar nee. Oké, slecht park. Nee, je krijgt van mij geen like. Ik vond het niet goed. Sorry. Dat vond ik echt niet goed. Nee. Niet mijn smaak. Dan komen we bij iemand anders in park. Mooi. Ja. Die is ook opnieuw begonnen gelijk mee. Deze ook. En het geld stroomt maar slecht binnen, hè. Dus ik ga deze video beëindigen. En dan zie ik jullie bij de volgende video hopelijk met een beetje meer geld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Bye bye, jongens.